Karin Wezer. Karin? Stuur maar op. Even hier laten leggen, wat boeken mee. Kan ik niet kouwen hoor, hé, nee. Ja, je bent een klein stout meisje. Vind jou nou niet lief? Nee. Genoeg eten krijg je van vrouwtje en nog van je zusjes stelen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 27 september en het is ook al laat, ik moet het vergeten. 14:49 en ik kom nog ook maar net aan mijn bed rollen. Ja. Reden is die bruine jonge dame die in de vensterbank staat, bruinrood. Oftewel Rijka. Die wist zich vannacht weer niet neer te leggen. Ja, half uurtje, kwartiertje, 20 minuten, half uurtje, dat schommelde dat tussenin. Dus ik kwam niet aan mijn slaap toe en ik zwam me naar buiten. En er gebeurde niks. Maar op een gegeven moment, na een aantal tegenkeren eruit geweest te zijn en achter de kont aangelopen te hebben, liet ik hem maar weer eens even lopen. Ik denk, kijk het maar, ik blijf weg, ik hoor je wel. Gaf ze toch nog over. Het was weliswaar gal met een grasprietje. Dus ja, ze is niet in orde geweest, of nog niet in orde, ik weet het niet. Maar in ieder geval, de bak met vlees die ik gisteren heb gegeven, dat is ook, dat heb ik allemaal in al die tussentijd opgegeten. Vanochtend voordat hij naar buiten toe ging en ja, gisteren heeft hij ervan gegeten. Maar hij zei dus, wat dat dan gaat, nee, ik zie dit op vanavond weer. Dat zijn droge brokken en randjes van mijn broodje die ik af moest bakken. Dat was een beetje per ongeluk te hard gegaan en ja, ik had hem vergeten om hem op 6 minuten te zetten en dat stond veel langer. Ja, dat moet je niet doen, moet je bijblijven. Maar ja, ik was even afgeleid door andere dingen en dan heet dat wel eens, hè? Ja. Maar ik zal even met de dame nou in kwestie gaan wandelen. En als ik terugkom, ik ga gelijk koffie maken. Dan heb ik koffie als ik terugkom. Dus eerst koffie maken, dan wandelen. Dan heb ik koffie als ik terugkom en dan doe ik die vaat in de wasmachine. Zo dan, ik heb nog ja, weer een hoop te doen, maar oké, maakt ook niet uit. Ik ben ook lang niet in orde nou. Ik heb net medicijnen ingenomen. Want alles doet me zeer behalve het goede. Wat is dat nou weer? Als jullie dingen leggen dat ik niet weet wat het is. Steamerol, wat heb ik nou een pakje steamerol? Zal wel voor Karin wezen. Karin? Zie maar op. Even hier laten leggen, wat boeken mee. Kan ik niet kouwen hoor, hé, nee. Tenminste, nooit. Ik hou niet van kauwgom. Ik heb liever een pepermuntje, weet je. Nee, ik hou totaal niet van kauwgom. Ik vind het ordinair gezegd. Dat... Nee, nee, boek me niet. Ik hou totaal niet van. Nou, ik leg ze gewoon op tafel en ik vraag het straks wel. Zo. Dan ruim ik het op voor de... Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook met mijn hondje even doen, lekker naar buiten. Kijken hoe het weer is. Het is in ieder geval beter dan de afgelopen nacht, want het stormde al de... Ik weet niet wat. Mijn jas hangt hier nog, omdat ik drijf nog thuis kwam. Dus ja, dan weet je het wel. Het was niet prettig. Nee. Echt niet. Maar ja, zo te zien kijk ik nou mijn korte jas weer aan. Want ik zie amper een tak bewegen. Het is eerder een blaadje dan een tak. Dus komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, de vaatwasser die draait. Het is hier allemaal weer spik en span schoon. Ik heb weer kip op staan voor Ewin. En die had net het laatste stukje kip gegeven in haar bakje. En ik wist dat ze ervan zat te eten.
Maar niemand, en zelfs Ewin niet, Ewin die krijgt het niet voor elkaar om zo binnen de kortste keren tijd schoon te krijgen. Binnen de kortste keren. Zo zit ze te eten. En zo zie ik je lopen en die de bek aflikken. Nou, ik ben woest momenteel op die. En kan dat, die krijg ik niet binnen? Nee. Hij is wel hier even voor de deur, voor het raam geweest. Maar binnenkomen home. Ik heb een bak vol met eten voor hem, maar niet binnenkomen. Maar nou, hè, dat meisje, Ewin, die heeft nou niks. Die heeft misschien 3 hapjes gehad. Die krijgt dat bakje nooit zo snel leeg. Nee, dat heeft die duivel in daar weer in de kamer gedaan. En die zat lekker de bek weer lekker af te likken. Ja, dat kan ik ook. Om andermans eten op te eten. Dus. Ja, en wel overgeven. Hè? En vrouwtjes s'nachts wakker houden. Met overgeven en dit doen en dat doen en zus doen. Ga je me schamen, punt. Ja, je zit even met je rug van de, na een paar seconden naartoe en voilà, het is al gebeurd ook, ja. Ik ben echt nou, ja. Al die tijd lukt het om haar erbij weg te houden in principe, want ja, dat moet je wel. Maar nee, ik vind dit niet lief van jou, Rijka. Echt niet. Een stoutklein meisje ben jij. En het wordt al aardig donker hier. Ja, je bent een klein stout meisje. Ik vind jou nou niet lief. Nee. Genoeg eten krijg je van vrouwtje en nog van je zusje stelen. Is toch niet lief? Nee. Denk maar eens na. Nou ja, Hero. Die komt op 6 oktober online. En ik moet nog vlogs in mappen zetten. Daar was ik gisteren al mee bezig, maar daar ben ik nog niet verder aan toegekomen. Ik zal er sowieso zo meteen nog even eentje in een map doen enzovoort. En dan kan ik dat morgen weer klaarmaken. En dan morgen ook weer even vloggen in mappen zetten. En dan zien we wel wat het beleven zal. Want ook, het is morgen maandag. Heb ik morgen nog meer te doen? Nee, boodschap hoef ik niet te doen. Heb ik net gedaan. Gisteren. Dat hoef ik nou niet te doen. Nou ja, dan ga ik morgen proberen te trachten om nog meer vlogs in mappen te doen. Ben ik daar ook weer klaar mee. Maar ja, dat is ook een heiderskarwei, want je moet alles weer afluisteren van wat hoort waarbij. En dan zal het wel weer beleven. En dan zet ik dat in mappen en dan kan ik weer renderen. En dan kunnen we weer renderend heen gaan, ja. En er gaat geen dag voorbij of je zit dat wel te doen. Ja, en dan ook nog plaatjes maken. Dat, maar ja, het komt allemaal wel goed, zou ik zo zeggen, lieve vrienden. Ik zal ook binnenkort weer plaatjes gaan verzamelen voor op YouTube ook. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik wens jullie nou voor vanavond natuurlijk, eet smakelijk. Bon appetit, het is 17:53 en we leven nog steeds op zondag 27 september. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. Dat ga ik ook verder doen. Het is nog geen tijd om met die dame eruit te gaan. Dus ik ga daar nog even verder ook. Wie weet kom ik verder om wat vlogs en mappen te doen. Daar is het nog schoon. De kip die staat ook voor Ewin. Kan ze vanavond tenminste een maaltje krijgen. En lekker warm. En dan zorg ik zo dat zij eraf blijft. Dus dat komt allemaal wel goed. Dan zet ik het gewoon bij me neer. Maar ik was bezig, weet je. En ja. Maar oké, normaal, er kwam iemand aan het raam. En daar werd ik ook door afgeleid, dus het raam nog even open gehad. Dus, want ik werd reclame gebracht, dus dat pakte ik aan via het raam. Die ken ook net zo makkelijk, ja, ik zit er toch. Maar oké, ik hoop dat het lukt om Ewin lekker zometeen van een verse, malse, warme kip, die gaar is, te laten kunnen eten.
moet er wel even om denken dat het niet over gaat komen. Want ik heb de boel daar schoon. Ja, moet me niet, hè? Nee. Die is nog bezig, 0% verwerkt. Maar hij is bijna klaar. Dus dat weet ik, want dat is zomaar gedaan. Die 0% is zomaar op 100. Ja. Dus ik zal nog even naar het kipje kijken. Even de lapperpan erbij. Hop, eraf. Nou kijk, het begint al te pruttelen. Hier en daar een beetje. Dus ik moet erom denken. Dan gaat hij al zo vast naar 5. En wat ik dan doe, dat is de houten lepel. En dan is het die deksel scheef zetten. Ja. Zo, monstertje. Nee? Ja, en ik snap niet waar madammetje is, meneertje is hoor, meneertje Kandalf. Maar ja, ik heb al geroepen, et cetera, maar hij zal door het wel op weten. Hé, Ewin? Ja, meisje? Wie laat nou ook er eten afpakken? Doe de zus. Moet je toch niet doen? Hé? Hey. Moet je toch niet doen? Malle meid? Dat is Diggy. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En ik ga weer verder aan de slag aan deze kant. Ik zou zeggen, tot straks. Of ja, nee. Het wordt donker en dan moet ik die bouwlamp er weer bij halen. Doe me niet. Nee, dan moet ik zoveel weer aan de slag. Komt wel weer eens. Ja, er komen nog meer donkere dagen aan. En dat ik dan ook nog ga vloggen of wat dan ook. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles. Tot later. Doei!